Het gaat heel lekker met de Rotterdamse band The Bridge. Ze hebben optredens te over hier in eigen land. En binnenkort gaan ze naar Engeland voor een concert. Ja, het is nog te vroeg om te spreken van een internationale doorbraak. Al zou je dat deze band wel enorm gunnen. Karin van Dijk is 27 jaar en heeft een aangeboren spierziekte. Ik kan mijn polsen niet bewegen, mijn armen die functioneren veel minder dan bij een normaal persoon. Ik kan natuurlijk niet lopen, anders zou ik niet in een rolstoel zitten. Daarnaast heeft ze een longinhoud van nog geen 40%. En dus moet ze al haar hele leven verplicht ademhalingsoefeningen doen. Meestal zijn die ademhalingsoefeningen zo saai, dus dat doe je niet altijd. 12 jaar geleden kwam ze Ruud tegen. Hij is ademhalingstherapeut en probeert de oefeningen juist leuk te maken. Met muziek is gebleken dat het gewoon heel makkelijk wordt. Want je bent eigenlijk een muziekinstrument aan het leren te bespelen. En daardoor gaat het eigenlijk een soort vanzelf, die ademhalingsoefeningen. En dan ben je er niet bewust meer mee bezig. Een trombone of een tuba is geen optie voor iemand met Karins longinhoud. En dus speelt ze op een uitvinding van Ruud. Dat doe je door te blazen en de hoofd op en neer. Dus zo. Dit is dan een elektrische gitaar. Maar je kan ook saxofoon spelen, viool, drummen, noem het maar op. Je kan er alles mee. Het maakt niet uit wat voor een beperking je hebt. Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, waar je vandaan komt, welke taal je spreekt. Maar met muziek kan je alles met elkaar samen doen. Dat is super mooi. Ooit begon de band met uitsluitend repetities. Maar die tijd is voorbij. The Bridge staat om de havenklap op het podium. Op een kerstmarkt, op een school en op festivalletjes. Dat mensen met zo'n forse beperking gewoon in een band spelen en optreden, kom je eigenlijk veel te weinig tegen. En daarvoor vallen we ook schijnbaar zo op dat mensen ons graag zien en ons graag horen spelen. En ja, dan krijg je ineens uitnodigingen om inderdaad in Engeland te komen spelen. Ja, het is vooral gaaf dat je mensen hun verwachtingen overschrijdt. Als je aankomt, dan denk je zo, wat gaat daar gebeuren? En dan is iedereen blij verrast. En die reacties zijn heel fijn om te horen. Mocht u nu zelf een beperking hebben en graag in een band willen spelen, The Bridge is nog op zoek naar een drummer.